Ik hoef boter, kaas en eieren natuurlijk niet uit te leggen. Het is heel simpel. Je zet je kruisjes en je rondjes en je probeert boter, kaas en eieren te scoren. Je kunt het tegen iemand anders spelen. Als je er interesse in hebt om heel dicht tegen iemand op te zitten en dan gezellig met z'n tweeën op jouw pols te lopen tikken. Je kunt het ook tegen een computer doen. En dan is het een beetje vervelend dat de computer altijd begint. En dat betekent tegelijk dat jij eigenlijk altijd verliest. Want, ja goed, tegen zo'n computer kun je bijna niet winnen. Als hij begint in ieder geval.